Beste mensen, we gaan beginnen. Het NPS-event. We zijn in de Efteling. Wat we vandaag doen is eigenlijk jullie alvast een beetje meenemen in de evolutie die je met NPS ook doet. Het gaat natuurlijk van scoren naar systeem naar spirit. En het was geweldig. We hadden 22 teams van 14 bedrijven die mee hebben gedaan aan het eerste echte Nederlands kampioenschap NPS. Mensen, ik wil een daverend applaus voor de eerste Nederlands kampioen NPS. En dat is zorg en zekerheid. Ik vraag jullie aandacht voor Marjolein Ment. Prachtige merk wat we hebben. Ik ga jullie daar vandaag iets over vertellen. En hopelijk ga ik jullie inderdaad ook een stukje laten zien van de passie die wij hier met z'n allen beleven. Ik vraag het woord aan Frans Hiddema. En ik wil u eerst meenemen naar dialoog in het donker. Dus wij reduceren angst. Want als je angst reduceert, heb je minder pijn. Maar je snapt ook veel beter wat er met je gebeurt. Je bent steeds veel meer betrokken bij je behandelproces. Lieve mensen, het is nu heel eventjes pauze, maar dat betekent dat we even een kopje koffie drinken hier met z'n allen. Er staan de mensen van de Efteling weer en die begeleiden jullie door het Sprookjesbos, zodat je niet gevangen wordt door de wolf. We gaan weer een andere route, voor degenen die nu al helemaal de weg kwijt zijn. Ja, wend er maar aan, zou ik zeggen. Wilt u mij volgen? Skill, talking NPS. But do I really feel what a customer feels? Van harte welkom in het Efteling Theater, fijn dat jullie er zijn. Ja, je kunt zo meteen naar de parallelsessies, naar de Rabobank. Of naar de wijze. Dat is erg leuk. Talking NPS, talking over score, 10 points on the scale. Talking NPS, but do I really feel what a customer feels? Waar ik nou benieuwd naar ben, is in hoeverre we met medewerkeronderzoek ook aan businessdoelstellingen kunnen. Het gaat alles maar naar de toilet van de bemanning. Wat is het? Waar ben je toch net gaan? Het is ook EMBS. Now what's your high purpose? Do you enjoy the way you work? Do you receive some positive feedback? And are you stimulated to grow towards a customer-centric company in which you play a relevant role so that when you'll be asked that one question you say, well, I feel I'm definitely in a flow. Head of billing strategy, and I believe... What does a great experience look like for our customers? The most important journey is the people journey. Our people journey is really interesting. Nou, dat was het. Jos, wil je nog afsluiten, kun je niet zeggen? Doe het nu. Ik wil het nog doen, maar ik wil jou ook echt even bedanken. Kom je weer. Ja. Frederik F. Rijveld, won't you look down over me? Yeah, I got a first class ticket, and I'm as blue
as a boy can be.